welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo. Ik ga de nieuwe Huda Beauty Foundation testen. Voor de mensen die het nog niet weten, Huda Beauty heeft haar bekende Faux Filter Foundation opnieuw uitgebracht met een betere formule. Dus het is nog steeds exact dezelfde Faux Filter Foundation. Alleen heeft ze gewoon wat dingen toegevoegd, dingen weggehaald. Gewoon om de formule wat beter te maken. Ik had op haar Instagram gezien dat ze echt heeft geluisterd naar al de volgers, al de fans en zo. En echt veranderingen heeft aangebracht die jullie wilden zien. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze foundation. Want de originele foundation, de originele formule werkte echt totaal niet voor mijn huid. Ik had hem gekocht, gebruikt en mijn huid kreeg helemaal puisten en alles. En ik heb echt een egale huid. Ik heb echt bijna nooit puisten. Dus wanneer mijn huid er ineens zo erg aan toe is, dan is er echt iets mis. Dus toen had ik hem ook gewoon nooit meer gebruikt. Dus ik hoop dat deze dat niet gaat doen. Want ik heb echt geen behoefte aan weer puisten en zo. Dus ik hoop dat deze formule een stuk beter gaat werken voor mijn huid. En mijn huid gewoon mooi wordt, egaal wordt. En gewoon er goed uit gaat zien. Het zag er heel goed uit op de foto's en zo online. Dus ik hoop gewoon ook dat het op mijn gezicht er heel goed uit gaat zien. We gaan vandaag ook een full day wear test doen. Dat houdt in dat ik de foundation de hele dag oplaad. En we aan het einde van de dag even terugkomen. Om te kijken hoe het allemaal nog op mijn gezicht zit en alles. Ik heb hem nog geen één keer gebruikt. Dus dit wordt echt een eerste indruk video. Dat heb ik echt bewust gedaan. Want ik wilde gewoon gelijk samen met jullie hem voor de eerste keer testen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dan de foundation. Dit is de verpakking waar die in komt. Dit is de Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte Foundation. En hij kost €40. Evenveel als de vorige foundation van hun. Ik heb hem besteld bij de beautyeditor.com. Maar hij is ook gewoon te koop bij Easy Paris. Ik heb de kleur Amaretti 310G genomen. Ik neem normaal Huda Beauty's kleur. Gewoon de kleur die zij altijd gebruikt. Maar ik vond hem toch iets te donker. Dus ik heb gewoon haar kleur, maar dan een iets lichtere versie genomen. En dat is de kleur Amaretti 310G. En ik denk dat deze gewoon goed gaat zijn voor mijn huidskleur. Oké, laten we hem eruit gaan halen. Obvious heb ik nog helemaal niks op mijn gezicht zitten. Alleen maar dagcrème. En ik heb mijn oogmake-up al gedaan. Oké, dit is dan de foundation. Volgens mij is er niks veranderd qua verpakking. Maar correct me if I'm wrong. Maar hij ziet er gewoon uit als hun vorige foundation. We krijgen 35 milliliter. Dat is 5 milliliter meer dan de normale foundation. De meeste hebben gewoon 30 milliliter. Dus dat is top dat je iets meer krijgt. Ik vind de verpakking weer heel erg mooi. En je hebt zo'n pump. De verpakking is echt super super luxe. Echt gewoon wat je verwacht als je €40 besteedt aan een foundation. Deze verpakking is ook echt heel luxe. Hij voelt ook zo zacht aan of zo. Dat is echt super apart. Oké, laten we even gaan kijken naar alle claims. Het is dus een luminous matte foundation. Oftewel hij is mat, maar er zit nog wel een mooie glans doorheen. Hij is niet zo super droog, uitdrogend mat zeg maar. En je hebt ermee 39 kleuren. Dus dat is echt een hele hoop. Oké, laten we even kijken naar alle claims die online staan over deze foundation. Wat ik persoonlijk niet zo fijn vond aan die vorige formule is, hij was veel te mat en veel te droog voor mijn huid. Ik heb een normale te droge huid. Ik kon hem gewoon echt niet gebruiken. Hij was ook te dik op mijn huid. Ik vond hem iets te dik. Ik vond hem te mat en te droog. En uiteindelijk ging mijn huid er gewoon ook echt heel erg slecht op. Dus ik vond hem echt helemaal niks. Dus ik ben al heel blij met het feit dat deze nou iets meer glans heeft. Oké, laten we kijken. Er staat dat hij 24 uur goed blijft zitten. Dat hij waterproof is, vlekkenproof, zweetproof, vochtproof, transferproof, mondmaskerproof. Dat is ook heel belangrijk in deze tijden. Lifeproof. Dus dat hij echt 24 uur blijft zitten en al die dingen. Dubai-proof houdt dus in dat hij vocht, zweetproof is en zo. Poolpartyproof houdt in dat hij dus waterproof is en zo. Er zit geen parfum in. Dat was ook iets waar heel veel mensen over klaagden bij de vorige formule. Niet comedogeen. Ik heb geen idee wat dat is. Droogt niet uit en voelt comfy aan en is geschikt voor alle huidtypes. Die andere was dat echt niet. Als je een droge huid had, was die andere formule echt niet geschikt voor jou. Dus ja, dat vind ik wel top. En hij is ook vegan. Dus dat is ook top. Daar zijn we altijd wel blij mee als iets vegan is. Nou jongens, dat zijn echt een heleboel claims die wij vandaag gaan uitproberen. Op de verpakking staat ook gewoon allemaal dat hij waterproof is, et cetera. En dat je 1 tot 2 pumpjes moet gebruiken. En het kunt aanbrengen met een kwast of een spons. Ik ga het vandaag aanbrengen met mijn spons. Dat doe ik bijna altijd. Dit is de Real Techniques spons. Oké, even mijn haar naar achter doen. Ik moet nog wel even mijn gezicht primen. Ik gebruik mijn Milk Hydro Grip Primer. Dit is echt de beste primer ever. Dus als er iets misgaat vandaag met mijn huid, weet ik 100% zeker dat het niet aan de primer ligt. Ik heb die gisteren toevallig ook al gebruikt. Oké, jongens, ik ben echt zo benieuwd. Let's do this. Even schudden. Ik weet niet of dat moet. Dat staat er niet op of zo. Maar dat ga ik gewoon wel doen, want dat is altijd wel handig. Oh, en by the way, hij heeft ook een volledige dekking. Net als hun andere formule. Oké, laten we hem gaan aanbrengen. Ik hoop gewoon dat de kleur goed gaat zijn. Ja, ik ben zo blij dat ik voor een iets lichtere kleur ben gegaan. Het moet dus matchen met mijn nek, niet met mijn gezicht. Dat moet je zo altijd doen. Match nooit je foundation met je gezichtshuidkleur. Match het altijd met je lichaam. Anders heb je gewoon een ander kleur lichaam en een ander kleur gezicht. En dat is echt niet wat je wilt. Ja, deze kleur is volgens mij echt perfect voor mij. Ja, dit heeft echt een volledige dekking. Dat zie ik echt al gelijk. Ik gebruik ook niet al te veel, want ja, het is toch wel een vrij dikkige foundation. Oké, de kleur is wel echt heel geel nou, zoals je kunt zien. Maar dat wordt altijd wel minder als ik mijn hele gezichtsmake-up heb afgemaakt. Het heeft echt een volledige dekking, jongens. Kunnen we het zien? Het heeft echt een volledige dekking. Hij is inderdaad echt gewoon mat. Ik zie een hele lichte glans er doorheen. Maar het is wel echt een hele lichte glans. Ik vind hem alsnog echt best wel mat gewoon. Ik zal even iets meer close-up komen. Je kunt het dan allemaal wat beter zien. Het ligt op zich gewoon mooi op de huid. Ik had persoonlijk nog iets meer glans willen zien. Iets meer, maar het is oké. Het is niet te dik ook. Ik vind het er voor nu gewoon allemaal best wel gewoon goed uitzien. Ik ben ook heel blij dat ik voor een iets lichtere kleur ben gegaan. Want die andere was denk ik echt te donker geweest voor mij. Ja, op zich is hij gewoon oké. Ik vind het gewoon oké. Maar je moet wel echt weten, het heeft echt een volledige dekking. Dus dit is echt niet zo'n naturel, alledaagse foundation van naar school of zo. Je kunt hem echt wel gewoon zien zitten op de huid. Hij is ook wel een beetje dikkig. Maar ik denk dat als ik mijn make-up straks af heb gemaakt en zo, het er allemaal wel gewoon goed uitziet. Maar ik vind het voor nu gewoon best wel goed eruit zien. Hij is zeker minder uitdrogend en mat dan de andere formule. Dus dat vind ik wel fijn. Al had ik toch wel een tikkeltje meer glans gewild. Maar goed, het is nou gewoon eenmaal hoe het is. Ik ga mij gewoon eventjes verder opmaken. Even kijken hoe alle make-up erop gaat en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké jongens, ik ben helemaal klaar met de make-up look. I love it. Ik ben echt heel blij met hoe ik eruit zie. Ik heb ook al mijn Huda Beauty producten gebruikt. Ik heb de Huda Beauty concealer gebruikt, Tantour, mijn lipstick. Want ik dacht ja, aangezien we vandaag een Huda Beauty foundation testen, vaak gaan producten van hetzelfde merk het beste met elkaar samen. Dus dat heb ik gedaan. Als je je afvraagt welke kleur ik van de concealer heb, ik heb de kleur Nougat 06G en die kleur is perfect voor mij. Op mijn lippen heb ik Morphe Sweetie Lip Pencil op en dan de Huda Beauty lipstick. De matte lipstick in de kleur Staycation is echt een hele prachtige nude lipstick. Hij is ook al bijna op. Zo vaak heb ik hem gebruikt. Ik vind hem echt fantastisch. Kijk hoe mooi die nude is. En hij is ook heel fijn op de lippen. Daarom vind ik deze lipstick zo fijn. Maar goed, het gaat om de foundation. Ik heb ook by the way de Huda Beauty 3D Highlighter Palette gebruikt. Mijn gezicht ziet er echt fantastisch uit. Het is echt heel erg smooth. Het is heel mooi egaal. Er is niks wat me opviel. Al mijn make-up gingen gewoon helemaal prima op. Ik vind dat ik er echt wel gewoon goed uitzie. Het is ook niet te drogend, maar ik moet nog steeds wel echt zeggen, deze foundation neigt echt meer naar mat dan naar glanzen. Dus als jij iets hebt van, oh dit is de Luminous Matte Foundation, hij gaat glanzen, dat valt echt wel mee. Het is nog steeds wel echt gewoon meer mat, dus let daar wel op. Maar voor mijn normaal tot droge huid voelt hij op zich gewoon goed aan. Hij trekt niet, het is niet droog of zo. Het voelt gewoon helemaal goed aan op mijn gezicht. Het voelt ook echt aan alsof het echt goed vast zit op mijn gezicht. Dus ik heb ook echt het gevoel dat hij echt lang blijft zitten. Maar dat gaan we zo meteen bekijken, want het is nog heel vroeg nou. Maar al met al bracht alles gewoon helemaal prima aan. En ben ik echt best wel blij met hoe alles eruit ziet. I like it. Voor de mensen die zich ook afvragen wat ik heb gebruikt voor mijn ogen. Ik heb dit nieuwe Sleek paletje gebruikt. Die ik ook laatst in een video heb gebruikt. Dit is de Lucid Dreams Eyeshadow Palette. En dit is echt een super kleurrijk paletje. Zoals je kunt zien. Dus daarmee heb ik de look van vandaag gemaakt. Oké, jongens. Dit was dan de foundation. Even kijken. Het is nou 18 minuten over 11. Kijk, 18 minuten over 11. Dus het is nog vroeg in de ochtend. Ik ga de foundation echt de hele dag oplaten. Want er zijn zoveel claims. Er wordt gezegd dat hij 24 uur lang blijft zitten. Sweatproof is. Waterproof. Proef alles, gewoon proef, liveproof. Dus ik ga dat ook zeker testen. Dus ik hou hem echt een volledige dag op. Ik ga hem zo lang dragen als het kan. Maar minimaal 8 uur in ieder geval. Want ik vind altijd dat foundations zeker 8 uur goed moeten blijven zitten. Maar deze foundation vind ik eigenlijk dat hij zeker 12 uur goed moet blijven zitten met al die claims. Dus ja, we will see. Dit is gewoon voor nou hoe ik eruit zie. Ik ga het ook zo meteen laten zien in naturel licht. Dan zie je echt hoe mijn huid eruit ziet. En ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd of mijn gezicht er gewoon nog steeds zo mooi uit gaat zien aan het einde van de dag. En ik hoop ook echt dat ik geen puisten ga krijgen. Want als dat gebeurt, dan kan ik hem gewoon weer niet gebruiken. En dan heb ik gewoon weer 40 euro gespeeld. Maar goed, dat is het dan voor nu. Ik zie jullie straks weer. Oké, mensen, het is nou 9 uur in de avond. Ik film dit met mijn phone, dus ik moet even de klok laten zien op mijn horloge. En dit is dan hoe ik er op dit moment uitzie. Echt een dag verder. We zijn echt een aantal uur verder. Let niet op mijn droge lippen, oh my god. Maar dit is nou hoe mijn make-up eruit ziet. Ik heb niet echt iets gedaan vandaag. Ik was gewoon thuis. Ik ben een aantal uren naar mijn vriendin geweest, maar voor de rest heb ik niks spectaculairs of zo gedaan. Het zit op zich nog best wel goed, maar dat hij echt proof everything is en 24 uur lang goed blijft zitten en zo vind ik een klein beetje overdreven. Ik heb het niet eens 12 uur op nou en hier is het al eraf aan het gaan. Hier zo bij de kin, bij de neus is het er een beetje afgegaan. Ook zo hier bij mijn voorhoofd. Dus dat het helemaal zo extreem proof alles is. Ja, dat zijn echt hele heftige claims. En ik dacht al wel dat het niet helemaal ging zijn. Hij zit wel zeker beter dan een heleboel andere foundations. Het is zeker wel een long wear foundation. Want voor hoe lang ik het al nou op heb, zouden heel veel anderen al helemaal zijn afgebroken en zo. Dus het zit er allemaal nog best wel goed op voor een foundation. Maar 24 uur en zo. En echt proof everything. Ja, dat is gewoon nou gewoon eenmaal niet zo. Maar hij zit op zich nog best wel goed. Hij heeft gewoon echt lang volgehouden. Ik vind het ook gewoon nog mooi op mijn gezicht. Dus al met al ben ik er gewoon wel happy mee. Zoals je kunt zien, het zit allemaal nog gewoon best wel goed voor zo'n lange tijd. Want het zit echt al lang op mijn gezicht nou. En ik ben er best wel happy mee. Dus ja, ik ben er op zich wel happy mee. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!